Als je zorg nodig hebt vanwege een beperking, aandoening of stoornis, kun je daar subsidie voor krijgen. Een persoonsgebonden budget heet dat, ofwel PGB. Met die subsidie kun je dan zorg inkopen die je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verpleging of hulpmiddelen. Justitie denkt dat vijf bestuurders en medewerkers van twee Twente zorgaanbieders met die gelden hebben gesjoemeld. Volgens justitie hebben ze namens cliënten facturen gestuurd voor zorg die helemaal niet verleend is. Ook zouden ze rekeningen hebben ingediend voor verblijf in gebouwen terwijl die cliënten er helemaal niet in zaten. Justitie denkt zo dat er ruim 2,5 miljoen euro achterover is gedrukt.